Ja, ik had pech met de auto. We hebben geen koelkast aan. Nee. Weekvlog. Ik ga deze week op vakantie. Ik moet nog even mijn haar doen. Ja, ik ben net eigenlijk al een weekje weg geweest met Sander. Dus ben ik nog ingezoomd. We zouden 2 weken naar Gran Canaria gaan. Maar helaas heeft Toei alles geannuleerd. Dus dat was heel jammer. Nou ja, en we konden op zich wel omboeken. Maar ja, ik ben nog niet gevaccineerd. Dus was allemaal een beetje gedoe. Dus we gingen het uiteindelijk gewoon annuleren. Dat was de enige optie. En nu hebben we het al wel het geld teruggekregen. Dat hebben we heel snel gekregen. En nu hadden we dus allemaal dingen in Nederland geboekt. Dus ja, we zijn al weg geweest. Maar we hebben 1 dagje thuis. En dat is dus vandaag. Het is ook maandag nu. Maar we gaan morgen weer weg. En dan gaan we naar de Veluwe. Dat is echt super dicht bij ons. Lekker in Twente. Dinsdag, woensdag en donderdag. En dan gaan we daarna nog naar Utrecht. We zijn al in Den Haag geweest, in Arnhem, in Vinkeveen. Dus een hele roadtrip gehad. Dus ik neem jullie deze week gezellig mee. En ja, veel plezier met kijken naar onze vakantievlog in Nederland. Hey. Nou, er is vanochtend al vet veel gebeurd. Ik heb nog niet kunnen vloggen en zo. Want ja, ik had pech met de auto. Heel kut. Dus ik stond bij de Action in Nijverdal en toen koppelde hij niet meer. Het was helemaal gedoe. Maar dat hadden we ook al in Den Haag. Goh, ik heb een beetje... Dat hadden we ook al in Den Haag. En toen op een gegeven moment hadden we de motor uitgezet. Midden in de stad trouwens. Echt stress. Van hier tot Tokio. Maar dit is toch droog shampoo? Ja. Oeh. Nou, op een gegeven moment motor uitgezet. Ik moet even mijn verhaal afmaken. En ja, toen deed hij het wel weer heel vaag. Nou, en net is dat dus weer gebeurd. Dus ik stond bij de Action en ik kon niet meer weg. Dus toen moest ik onze garage bellen en wilden ze me wegslepen. En net op dat moment toen ik de motor weer aandeed, deed hij het weer. Dus toen ben ik naar de garage zelf toe gereden. En nu is hij daar de hele week. Maar ja, wij gaan morgen natuurlijk weer op vakantie in Nederland. Dus we hadden wel een auto nodig. Dus ik heb een hele leuke leenauto gekregen. En ik ben er echt wel blij mee. Ziet er leuk uit. Dus ja, uiteindelijk is het goed gegaan. Misschien valt het jou op. Ik heb kort haar. Ik heb nog gevlogd toen ik naar de kapper ging. Dus ik zou die beelden nu laten zien. En dan ga ik een Shein shoplog opnemen. Want dat ga ik nu doen. En die komt dan misschien vandaag online als ik het nog red. En anders volgende week. Dus veel plezier met kijken. Goedemorgen, het is woensdag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga naar de kapper toe, want het is allemaal niet meer te redden. Ik weet niet of het te zien is, maar ik ben 1,5 maand geleden geweest. Toen heb ik het geverfd, dus ik hoef het ook niet meer te verven. Maar het groeit gewoon zo bizar snel bij mij. Dus het is tijd om naar de kapper te gaan. Ik ga er weer een stukje afknippen, of een stukje. Ik ga er echt best wel een groot stuk afknippen, ik denk wel zo'n stuk. Want vorig jaar... Toen had ik het denk ik tot hier ongeveer en dat vond ik wel heel erg mooi. En nu heb ik het zeg maar in de staat ongeveer al tot daar. Onze vakantie van Sander en mij is gecanceld door Toei. Echt super super jammer. Dus we gaan nu een week lang in Nederland naar allerlei steden. Dus dat is wel heel leuk. En dat gaan we morgen doen. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik ga nu naar de... kapper toe en daar heb ik heel erg veel zin in. Zo, ik kom net van Sander. Of van Sander. Ik kom net van de kapper. En die zegt een heel erg stuk af. Wat ik ook wou. Echt top gewoon. Het is weer lekker kort. Het is echt een heel groot stuk af. Dus ik ben heel blij mee. En dan... Ja, ik wil alleen nog een foamborstel bestellen. Zodat ik die voorste plukken nog beter kan doen. Ik doe nu altijd met de steltang en met de roller. Dus dat. Ik ga nu de airco aandoen, want ik zweet. En Sander ophalen. En dan gaan we naar even naar de Welkoop voor mijn hamster kijken. Naar plantjes en zo voor in het hok. MUZIEK.
zit in de auto, in de leenauto. Hij rijdt zo chill dat ik nu echt verliefd ben op deze auto. En hem eigenlijk wil kopen, maar ja, goed, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar hij heeft dus ook 4 deuren, dus dat is echt heel chill. Mijn auto heeft dat niet. Dus ja, yay. En leuk witte kleur. Maar goed, ik ga nu naar Sander toe en dan ga ik daarheen. Ja, goed verhaal. En dan gaan we morgen vroeg richting onze vakantie naar de Veluwe en naar Utrecht. Met deze auto, dus helemaal zin in. Nee, je kan hem hier doen. Let's go. Goedemorgen, het is tijd om naar de Veluwe te gaan. Wij gaan daar nu heen. We gaan eerst nog even langs Bomedo, dat is een juwelier hier in Rijssen. Want ik heb een ring gekregen voor mijn verjaardag van Sander. En die moest ik nog even wat kleiner maken. Want ik heb echt dunne vingers. Ik heb blijkbaar maat 16. En wij dachten 17. Of tenminste hij. Ik dacht dat ook. Dus maat 16. Dus daar gaan we nu heen. Wat? Ja, hier. En daarna naar de Veluwe. Dus ik ben benieuwd naar het hotel ook. Ik weet eigenlijk niet meer hoe dit eruit ziet. Weet jij nog hoe dit hotel eruit ziet? Ja, we hebben een bad. Oeh. Ik weet het niet meer. We gaan het zien. Surprise. En waarschijnlijk gaan we nog scootertje huren. Ik heb de ring opgehaald en hij is zo mooi. Zodat je lastig laat zien wat zij aan het rijden. Ah, zo mooi. Heel blij mee. Hier heb je even een kleine roomtour. Geen idee, kastjes. Je hebt hier een kapstok. Dat is wel chill. Ik heb mijn jas al opgehangen. Echt een super vette lamp. Gewoon een broodje. Ik heb even kaarsje aangedaan. We hebben dus een geurkaas gehaald. Op onze vakantie al vorige week. We zijn al een week weg geweest. Toen waren we in Den Haag en in Arnhem. Toen hebben we dus deze gehaald. Fragrant Wood. Die ruikt zo lekker. Bij de etels. Dus dit is onze vakantiekaars. Dus die doen we nu elke keer in elk hotel aan. Dus als we die geur dan ruiken, dan ruikt het gewoon naar vakantie. Dus vakantiekaars 2021. Dus die hebben we lekker aangedaan. Nou, dit. Je hebt hier tv. Ik heb mijn koffer al open gedaan daar. En dan heb je hier het bed. Echt heel mooi. En dan gouden lampjes. Vind ik wel leuk. En we zitten dus midden in het bos. We zitten in de Veluwe. Of bij de Veluwe. En ja, daar wonen we eigenlijk super dichtbij. Lekker in het bos, in de natuur. Je hebt hier ook echt een vet groot zwembad. Dat kun je alleen niet echt zien. Dat was, ik weet niet waar dat is. En dan trouwens daar nog de badkamer. Maar daar zit Sander. Dus die kan ik even niet over doen. Maar ja, het is alleen echt super koud. Dus we kunnen niet echt zwemmen of zo. Want je hebt hier dus een zwembad buiten. Maar ja, we gaan gewoon lekker chillen, drankjes doen. We hebben vanavond hier... Ga jij zwemmen? Ga jij zwemmen? Oh, maar jij hebt toch geen zwembroek mee? Ja, ik heb geen zwembroek mee, want ik dacht het is veel te koud. Het is echt 19 graden en af en toe regen. Oh, dat is wel chill. Oh, shit. Nou ja. Maar, dus we hebben hier vanavond een 3-gangen-diner. Dat hebben we er ook bij ingekregen. Dat is wel echt heel chill. En het zag er echt super mooi en best wel lekker uit. Dus ik ben heel benieuwd. En we gaan nu zo even boodschapjes halen, zodat we hier gewoon... lekker. Ja, we zitten hier 2 nachten. We hebben geen koelkast aan. Nee? Nee. Dat is wel een beetje jammer. Echt niet? Nee, ik zie geen koelkast aan. En dan gaan we vrijdag op zaterdag gaan we naar Utrecht. En dan zitten we echt in een heel mooi hotel. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Volgens mij had jij geen zwembroek mee hoor. Nee? Nee, die hadden we toch uitgehaald. Jammer joh. Moet je toch? Ja, kan. Dus ja, wij gaan nu even vestigen hier. En dan supermarktje in en vanavond lekker eten. En dit is trouwens van de kaars. Ja, ik heb het al helemaal kapot gemaakt. Maar het zat in zo'n mooie houder. Zo'n kartonnen houder. En dan was dit de geur.
ja, echt heel stom. Maar ik had deze gekocht. En dit is echt een tip. Deze. Hoe spreek je dit uit? Jif of Sif? Jif. Jif? Dat dacht ik ook gewoon, Jif. Maar dit zijn van die disinfect en shine doekjes. En dit soort doekjes gebruik ik altijd om mijn schoenen weer schoon te krijgen. Wacht, ik zal het even laten zien. Ik ben ondertussen een vlog aan het kijken. Oh, je hoort hier gewoon mensen van de gang. Maar dit is nu after en dit is before. Check. Dus ja, dat is echt een aanrader. Dus ik ben daar nu even snel een doekje overheen aan het halen. En dan ga ik die van Sander nog doen. En dan gaan we lekker eten. Zin in. Hier is een zwembad. En hier kun je helemaal doorheen. Ik denk dat 's avonds die lampjes aangaan. Dat is wel leuk. En het is hier best wel heel groot. Je hebt hier echt best wel veel dingen. En hier heb je nog vogels. Zo grappig. En dan daarachter het eten. Dus we gaan nu richting het eten lopen. En dan hebben we een 3-gangen diner. Yay. Ik heb een peachy palm tree. Met Malibu. En wat zit erin? Malibu peach tree, jus d'orange. En 1,5 liter. Nou, we zijn net wakker. Het is 9 uur en we gaan nu zo ontbijten. Eerlijk gezegd zijn we wel een beetje brak. Ben jij nog brak? Ja, ik wel. Iets te veel wijntjes gedaan, denk ik. En cocktail. Vandaag wordt het 21 graden en er staat in het begin nog zonnetje en aan het eind van de middag zon en wolk. Dus vandaag gaan we een scooter, ja ik noem het een scooter, maar het is zo'n e-chopper huren. En dan gaan we een beetje toeren. Dus daar heb ik wel zin in. Gaan we eigenlijk dan nog picknick of zo? Ja, dat is wel leuk. Dus dat is de planning voor vandaag. En vanavond gaan we uit eten. In een dorpje hier in de buurt. Als we hebben ontbeten ga ik me nog even opmaken. Ik moet mijn haar eigenlijk een keer gaan wassen weer. Maar daar heb ik geen zin in. En ik heb ook nog een pakketje gekregen. Want mijn vader is gisteren nog gekomen te hebben met hem geborreld. En toen kwam hij met een pakketje, want dat was bij hem geleverd. Toen ik nog in quarantaine daar zat. Dus dat kan ik straks ook nog wel even laten zien. Zou ik dat nu doen? Ik doe dat nu wel. We hebben nog alle tijd. Nou, ik had dus nog een pakketje ontvangen. Let niet op mij, want ik ben dus net wakker. Maar dit is dus van Must Haves by Nina. En ik heb al vaak met hun een samenwerk gedaan. Oh, hij is een beetje scheef. Met de kortingscode FLOOR15 krijg je 15% korting. En ik zou het straks even aandoen. Maar ik heb echt deze prachtige jurk gekregen. Echt super, super mooi. En er zit ook een lurex draadje doorheen. Dus ik ga deze denk ik donderdag aandoen. Want donderdag gaan we echt naar een dikke wellness suite van Van de Val. Echt niet normaal. Helemaal zin in. Dus dan denk ik dat ik die aan ga doen. Ik heb deze gekregen. Echt heel leuk. Wel heel toepasselijk. Een vlinder. Crop topje. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Het is alleen een beetje koud in Nederland. En deze shirt. En die vind ik ook heel leuk. Het is gewoon een beige simpel shirtje met dye voor Dior staat volgens mij op. Deze shirt? Oh nee, papje. Deze shirt, dit shirt. Ja, ik ben er echt slecht in. Dior Girl. Wat staat er nog meer? Forever. Sieradje bij. Ik heb gisteren al opengemaakt, want ik kon niet wachten. En deze wil ik eigenlijk ook gelijk even indoen. Dit is namelijk, zijn van die oorbellen. En ik vind deze zo mooi. Kijk. Ik heb al zo'n soort, maar dan in het groot. Dus niet in het klein. Dus ik ga die nu indoen. Want ik heb er nu één in en die verkleuren. En daar ben ik niet zo blij mee. Ik weet ook niet meer waar deze van zijn. Dus deze kan ik eigenlijk wel gewoon weggooien. Dat zijn blijkbaar neppers. Zo, ik heb ze in. Ik heb trouwens ook de laatste tijd echt een slechte huid. Dus ik ben even een beetje radeloos. Ik weet niet wat ik moet doen met skincare. Maar goed, als je tips hebt. Ik heb droge huid, maar wel onzuiverheden. Voorbeeld heb ik ingedaan. Dus check de kortingscode. Ik zal het in de beschrijving zetten. En wij gaan lekker eten. Content is dit. Content. Nou, we zijn even naar het dorpje hier gereden. Het enige dorpje hier in de buurt. Ik denk dat het een stad is. Hè? Een stad? Nunspeet? Ja, nee, dat denk ik. Serieus. Maar in ieder geval,
Wij willen dus zwemmen, want het is opeens super mooi weer. Ja, maar ook dat is wel weer bijna. Zie je die wolken? Die waren er net nog niet. Nou ja, in ieder geval, het is best wel warm. En wij hebben dus een zwembad bij het hotel. En echt heel veel zitten daar. Je hebt ook echt een chill lichtbedje. Dus wij dachten, nou, gaan we zwemmen. Maar we hebben natuurlijk geen bikini zo meegenomen. Want wij dachten, ja, het gaat alleen maar regenen zo. Maar opeens is het wel mooi weer. Dus toen enige winkel die je eigenlijk hier hebt is een Hema. Dus ik dacht, oké, hopelijk is er nog een leuke bikini. Dus ik heb de leukste die ik het leukst vond uitgekozen. Voor de rest waren echt van die oma bikinis. Ik vind hem ook echt niet heel mooi, maar goed, maakt niet uit. Het is dit broekje. En, dit topje. En dan heb ik nog deze slips erbij gekocht, want dat is gewoon chill altijd. Van die badslippers in het zwart. Nou, dat is altijd handig. Maar die bikini vind ik dus niet heel mooi. Maar we kunnen in ieder geval zwemmen. En Sanne heeft ook een zwembroek gehad. Dus ja, lekker bij de Hema een bikini gehaald. Niks ergs aan natuurlijk. Maar ja, het was niet heel veel leuke keus. En niet goedkoop. En uiteindelijk inderdaad niet eens zo heel goedkoop. Maar goed. Nou gaan we kijken bij Veluwemeer. Of daar trouwens nog leuk. Of je daar leuk kan liggen. En anders gaan we bij het hotel zwemmen. Later, ik ben me nu aan het opmaken en ik heb hem ook even omgekleed. Ik draag zo'n lakbroek van Lovies en deze is toevallig ook van Lovies. We gaan zo uit eten, dus daarvoor ben ik me even aan het klaarmaken. Ik heb hem ook gedoucht, haar gewassen. Dus dat ga ik zo, ik heb het een beetje gefeund, maar ik moet nog even stylen. Dus ik maak even mijn make-up af en dan gaan we lekker uit eten. Het heeft net de hele tijd geregend, dus ja, we hebben eigenlijk gewoon een beetje gechilled nu op de kamer. Sanne had ook wel een beetje last van migraine, dus... Nu gaat het wel weer beter. Dus even klaarmaken. Meredith Versailles. Zo leuk. Australië. Ik ben trouwens mijn foundation vergeten. Echt super stom. Dus ik doe het nu elke keer met deze BB cream van Maybelline. Oh, mijn batterij ga ik opladen. Die is leeg. Dus ja, op zich prima. Maar wel een beetje balen. We zijn thuis. Of thuis. Oh, we hebben gegeten. En nou gaan we... We kunnen trouwens die wijn en bier nog wel even in die koelkast doen. Ja, die moet even beneden. Ja. Gaan we filmavondje doen. Nee, we gaan Outer Banks seizoen 2 kijken. We waren al mee begonnen. En nu gaan we die even afkijken. En dan gaan we morgen naar dat hele mooie hotel. In Houten van de Valk. In Utrecht. Dus daar heb ik veel zin in. Heb je mijn... grote elastiekje gezien. Met om je hand toch? Ja, dat dacht ik ook. Kwijt. Movie time. Heb jij zin in Outer Banks of heb jij zin in Outer Banks? Oh shit. Hij moet aan de lader. Wel. Hoe spreek je deze hotelnaam uit? Dit hotelnaam. De Bayard. De Boyard. De Bayard? Bayard. Nog een keer. Goedemorgen, het is donderdag en wij zijn wakker. En nu gaan we ontbijten. En hier moeten we voor 12 uur volgens mij uit zijn. Het is nu 9:15. Dus ja, daarna gaan we even de kamer opruimen. En dan gaan we naar het nieuwe hotel toe. Heel veel zin in. Moeten we nog even kijken wat we in de tussentijd gaan doen, maar... Dat zien we wel. Oh, ik ben echt nog wel een beetje moe eigenlijk. Voet. Ja, ik zag dat het 23 graden werd vandaag. Zo, ik heb me klaargemaakt. Haartjes even gedaan. En nou ben ik mijn koffertje aan het inpakken. Want we gaan nu dus naar de Van de Valk. Op zich moet het wel passen, denk ik. Ik heb dus nieuwe kleding erbij gekregen. Ik heb hier altijd, rol ik het een beetje op. Deze er dan een beetje op. Nou, deze kan dan dicht. En wat ik dan nog in moet doen. Dit shirtje. Deze nieuwe slippers die ik had gekocht bij Hema. Mijn laptop, steltang. En voor de rest is het goed. Nou, we hebben uiteindelijk niks van deze wijn gehad. Dus hier zit wijn en bier in. We hadden een koelkast van mijn vader gevraagd. Want
er is hier dus geen koelkast. Dus die nemen we nu mee naar de Van de Valk en dan zetten we het daar gewoon gelijk koud. Bril doe ik straks op. Voor de rest heb ik alles. Tasdoek om, jasdoek aan. Oh ja, die moeten dan nog wel mee. Dat is wel chill. Die zit ook nog best wel vol. Voor de rest helemaal toppie. Ik draag trouwens nu dit topje van... Nee, is die van Chiquelle? Ja. Dit is ook van Chiquelle. Ik heb daar trouwens ook een kortingscode voor. Misschien als ik thuis kom zondag dat ik nog de andere items kan laten zien. Maar volgens mij krijg je 20% korting bij Chiquelle. Maar dat zou ik dan nog wel in de beschrijving zetten. Of aan het eind van de video. Nou, en dus deze broek. En die heb ik van Naked. Het is echt zo'n nette, wijde broek. En dan doe ik, denk ik, mijn witte sneakers eronder. Ik heb nog witte cowboylaarsjes in de auto liggen. En ik heb dus eigenlijk best wel weinig kleding mee. Ja, eigenlijk best wel heel weinig. Dit. Dus ik moet het een beetje hiermee doen. Op Instagram heb ik gevraagd of jullie liever twee korte vlogs willen of één lange vakantievlog. Dus ik heb ervoor gekozen om twee korte vlogs te doen, want dat wilden jullie. Dus vandaar dat ik hem hier eindig. De rest van de vakantievlog, die komen jullie te zien aanstaande maandag, want dan komt die online. Dus dan komen jullie ook de luxe suite te zien die we hadden geboekt. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Tot maandag bij deel 2 van de vakantievlog.